Vaste Radio. Wat gebeurt er in de maatschappij? Politiek en economie. Culturele achtergronden. En entertainment. Je blijft altijd up-to-date. Diaspora Talk. Met Frans Pinas. Die Odi, Bebari Odi in Suriname Live. Dat is Diaspora Today en Diaspora Talk. En ik heb een brief weten te onderscheppen. Het was bedoeld voor de regering van Suriname. Van dokter Ashwin Ramcharan. Die heeft een brief geschreven. Hij heeft daarin die de regering adviseert nu IMF en waarschijnlijk niet komt. Want het was de bedoeling dat IMF dit jaar naar Suriname zou komen of naar Suriname zou gaan om de Surinaamse economie te helpen. Maar dat gaat niet gebeuren. Ashwin, ben je daar, dokter Ashwin? Ja, Frans. Aha. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, maar ik heb die brief van jou ook in handen gekregen, hoor. Het is ook naar andere mediahuizen gegaan, maar het was ook voor de regering bedoeld, hè, waar je adviseert. Er is vertraging. IMF komt niet. Hoe kom je erbij dat er een vertraging is? Nou, ik denk dat IMF voorlopig niet komt. Je zult de komende dagen ook in de media vernemen wat de reden is. Maar wat ik heb begrepen is dat er een briefje moest komen van de bilaterale schuldeisers, waaronder China en India. En het schijnt dat China een brief heeft geschreven waar IMF niet heel erg blij mee is. En dat betekent dus dat Suriname nu een speelbal is geworden van het Westen en het Oosten. Dus de krachten in het Westen en de krachten in het Oosten. En met de krachten in het Oosten bedoel ik dan China als geldschieter en lener van grote bedragen aan Afrika en Zuid-Amerika en zo. En IMF en de Wereldbank aan de westerse kant. Dus er is nu een, en Suriname zit ertussen, want China is in principe al vele malen groter als geldlener in de wereld dan IMF en Wereldbank tezamen. En laten we ook niet vergeten, China is ook de grootste schuldhouder. Dus China heeft ook het meeste geld geleend aan Amerika zelf, want Amerika's grootste schuldenland in de wereld, de schulden van Amerika zijn in handen van China. Dus helaas is het zo dat die brief die China heeft geschreven op eis van IMF, die is niet in goede aarde gevallen bij IMF. IMF heeft intern ook een schandaal, want de directrice van IMF die is ook betrokken in allerlei verhaaltjes dat zij China voorgetrokken zou hebben in haar vorige baan bij de Wereldbank. Dat achtervolgt haar nog steeds bij het IMF waar ze nu de scepter zwaait. En dit is allemaal als een soort perfect storm, is dat op één moment terechtgekomen en Suriname zit ertussen en moet nu helaas even langer wachten dan de president had beloofd. Aha. Langer wachten, heb je zo'n termijn aan verbonden? Ik heb niet gehoord wat de termijn is, maar meneer Pinas, kijk, de luisteraars en ook de mensen in Suriname moeten begrijpen dat Suriname, de mensen die de president adviseerde en die belast waren met het verhaal van om IMF binnen te halen, die hebben in principe alles gedaan wat ze konden. Die brief die China aan IMF moest schrijven, die moest aan bepaalde eisen voldoen. Suriname heeft gevraagd aan IMF, IMF vertel ons waar die eisen staan in jullie boekjes. Even heel eenvoudig, hè? En IMF is toen naar de juridische afdeling gegaan, intern bij hun, en het bleek, er zijn geen regels. Dus IMF verzint het as they go. Dus ze zuigen het uit hun duim. En China zegt, ja, jullie kunnen het wel uit jullie duim zuigen, maar wij gaan onze brief niet aanpassen. Dus hoe lang dit spelletje gaat duren, dat is afhankelijk van hoe snel die bureaucraten binnen IMF hun werk doen. En we weten, bureaucraten houden niet van werken. Maar ik denk, dat is het niet zo dat wij in een houtgreep zitten nu van China? Of is het IMF? Wie maakt Suriname het nu moeilijk? Kijk, ik denk persoonlijk dat het heel onderhandig is geweest wat de regering, de huidige regering, heeft gedaan. En dit is, vind ik, een blunder aan de kant van de minister van Buitenlandse Zaken, die de diplomatie van Suriname moet garanderen. Ze hebben 2 keer Amerikanen op bezoek gehad. Maar ze hebben nooit een Chinese leider of zo uitgenodigd in Suriname. De enige die ze nu een beetje aan het aaien zijn op recepties,
is de ambassadeur van China. Kijk, dan moet je je voorstellen, als China je geld heeft geleend, je komt aan de macht en je nodigt twee keer de Amerikanen uit. Je doet alsof je die Chinezen niet nodig hebt. China is niet gek. China denkt ook bij zichzelf, oké, if you want prea preso, dan prea preso. Dus China gaat niet, staat niet te springen om te helpen. En dus inderdaad is Suriname nu in de greep van zowel IMF als China met resultaat nul. Maar je kan wel begrijpen dat het onhandig zou zijn om China uit te nodigen in de achtertuin van Amerika. Kijk, ik begrijp het. Maar wat je als minister van Buitenlandse Zaken, als topdiplomaat had moeten doen, je had China ook een plekje aan de tafel moeten geven. Imshaal san zo, if mi fayari, meneer Pinas. Dan me kariu. Nee, ik kan me nooit, maar ja, Thiago. Maar stel. Mokari, mokari. Oké. Ik hoor je raad, Thiago. Nou, dus hier. Dus, wat abuurmans mi lemmoni, dan mi een feestje, dan mi kariu, maar mi ne kara buurman. Is niet netjes, toch? Nee, het is echt niet netjes. Nee, en dat is dus eigenlijk gebeurd. China denkt, oké, jullie hebben mij nodig. Ik heb jullie 400 miljoen of zo ooit geleend. Jullie hebben nu een briefje van me nodig. Ik schrijf dat briefje. Maar ik ga niet dansen naar de pijpen van het Westen, toch? Want IMF, Wereldbank, de organisatie, die zijn westerse organisaties. En die zijn constant in strijd met China. Maar we zien hoeveel geld China leent aan Zuid-Amerikaanse landen, aan Afrikaanse landen. En het Westen vindt dat niet leuk. Oh ja, want zo kopen gaat om power. Ze kopen invloed, toch? China wil geen. China hoeft je niet terug te betalen. China leent je geld en je mag miljoenen, miljarden lenen en je hoeft niks terug te betalen. Enig wat ze willen is invloed en jouw grondstoffen. Klopt. En kijk, dat is gevaarlijke combinatie, man. Het hoeft niet gevaarlijk te zijn. Kijk, in de wereld van grote zaken waar Suriname een player in wilt zijn, want laten we nou even eerlijk zijn, meneer Pinas. Sinds een regering die is dom. De panetak, about 10 miljoen, 15 miljoen, nou honderden miljoenen, 500 miljoen, dan die zo die 500, dan dat miljarden de maitakkie. Dus er is een trend gaande in het denken van de invloedrijke regeringslieden in Suriname, tak om aba bigi money in Suriname. En mi, no loba bigi money in Suriname, want de moffer niet, dan ga ik onder een moro ushi sapsa in de afgelopen 10 jaar die bigi money kon, toch? A verdwijn. Want om morgen biggie money je chakon, hoe groter die dieven. Maar dat is na nieuws, maar ze doen toch? Dus ze hebben nog geen track records als boeven, vooralsnog. Nee, dat is waar. Maar laten we even eerlijk zijn. Wanneer dat geld vertrekt van A en het moet in B aankomen in deze landen, en dat geldt niet alleen voor Suriname, dan onderweg wel los zijn van een vrachtwagen toch? Ik bedoel, want wanneer laat die onderweg, je bedoel... Precies. Oké. En hoe groter die lading op die bus is, hoe meer er valt. Oké. Maar nu weet niemand wat er gebeurt, maar ik ken jou. Je hebt je vrienden in de diplomatieke kringen. Wat gaat er nu gebeuren? Komt die brief, gaat China die brief aanpassen? Hoe verder? Want dit is al in passen. Ja, dus kijk. Wat er nu moet gebeuren is, IMF moet nu met China en Suriname aan tafel. Ik heb gezien afgelopen week dat president Santokki een handreiking heeft gedaan, mooie dingen heeft gezegd op de Chinese ambassade. En de Chinese ambassadeur heeft wel leuke dingen gezegd. Kijk, meneer Pinas, ik heb 6 jaar gewoond in Hongkong. Ik kwam onder veel Chinezen. Chinezen zijn hele vriendelijke gastheren. Ze gaan je nooit in je gezicht zeggen, you know what, we're the man. Nee? Maar ze komen wel heel eenvoudig op voor hun belang. Zo zijn Chinezen. Dus als je naar hun receptie gaat, gaan ze je de duurste cognac geven om te drinken. Je gaat de grootste Peking eend eten. Maar die man is niet gek. Hij gaat die Peking eend 5 keer van je terugverdienen. En dat is wat er nu gaat gebeuren in de kamers van IMF. IMF, China en Suriname gaan nu toch een bepaalde manier moeten vinden om die brief die iedereen tevreden stelt, zodanig op te stellen dat IMF happy is, dat China happy is en dat Suriname gewoon dat geld krijgt. En het gaat nog even duren, denk ik. Wow, dus dit jaar kunnen wij het vergeten? Dit jaar denk ik absoluut niet dat het gaat gebeuren. Dat betekent ook geen verlichting voorlopig voor het arme volk daar? Nee, voorlopig is er geen verlichting in het verschiet. Wat een helaas. We zullen zien hoeveel pagaras er dit jaar worden geschoten en hoe groot die marathon pagaras dit jaar is. Maar ik voorspel
dat die pagara dit jaar langer gaat zijn dan alle andere jaren. In die brief zeg jij ook, wat je naar de regering stuurt, zeg je ook, IMF is niet de enige optie. Maar president zegt juist, als je bij IMF bent en IMF jou steunt, dan gaan meerdere deuren open. Hoe kijk je daarnaar? Dat is waar. Ja, maar dat jij zegt, waar. IMF is niet de enige optie. Het lijkt alsof jij blij bent dat IMF niet komt. Heb ik die brief goed gelezen? Ja, ik ben hartstikke blij dat IMF niet komt, omdat ik niet van het grote kapitaal ben. Ja, maar we hebben grote problemen, dokter Haswin. Nee. Dus wat deze regering heel goed heeft gedaan, is ze hebben in ieder geval op dit moment die schuldeisers van die 4 miljard plus, die hebben ze even rust, tuin. Dus niemand eist nu zijn geld, niemand eist rente, dus er is even rust. Wat zij nu kunnen doen is, ze kunnen bijvoorbeeld naar IDB gaan, naar de International Development Bank. En dat kunnen ze doen zonder IMF. Kijk, IDB gaat natuurlijk ook eisen hebben. Maar het is goed om kleinere projecten te doen. Want Suriname kan geen grote projecten doen. We hebben veel te weinig mensen, veel te weinig capaciteit. Dat noemt men het absorptievermogen van het land. In Suriname is dat absorptievermogen is redelijk klein. Dus ik ben voor ontwikkeling. Maar ik ben voor ontwikkeling op een bepaalde manier. En dat betekent dat je bijvoorbeeld bij IDB kleine stukjes geld leent voor hele slimme, belangrijke aspecten die aandacht moeten krijgen van de samenleving. Bijvoorbeeld gezondheidszorg. Hybride, de nog steeds vanwege COVID. Het zijn mensen, zeggen ze, die zich niet willen vaccineren en zo. Maar laten we even eerlijk zijn, meneer Pinas. Ik heb me ook uitgelaten in uw programma over het beleid. Rondom COVID en bestrijding en zo. Dat verdient ook geen pluim. Ja. Nee, dat is zwaar. De kritiek hoor ik overal. Ik ga nu met jou echt hebben over de brief wat jij naar de regering gestuurd hebt. IMF komt niet, dus je adviseert het ministerteam en de president Inkluis om out of the box te gaan denken. Wat is out of the box denken in dit? Want je hebt geld nodig. Hoe out of the box moet je gaan denken dan? Nou, ik kan je vertellen, meneer Pinas, dat er andere financierders zijn die de regering vaker hebben benaderd om tegen hele gunstige voorwaarden geld te lenen voor projecten. Bijvoorbeeld een airport, een boorplatform, social housing, dat soort projecten. En de regering heeft dat tot nu toe altijd afgehouden. Ik kan me voorstellen dat als je met IMF bezig bent, dat je geen jugu-jugu en extra dingen wil hebben die dit proces verstoren. Maar nu is het wel zo dat er geen andere mogelijkheid is dan ook deze partijen te besnuffelen en te kijken of ze met deze partijen zaken kunnen doen. En dat is wat ik denk dat nu gaat gebeuren. En dat is goed. Dat is buiten de kaders denken. Dat is binnen de mogelijkheden denken. Maar een ander ding wat veel mensen vergeten is, Surinamers zelf hebben ook heel veel geld. Er zijn heel veel euro's, heel veel dollars die in Suriname zijn. Want u moet zich afvragen, en alle kiezers en alle luisteraars moeten zich afvragen, hoe komt die cambio aan zijn geld en de centrale bank heeft geen geld? Ik wil weten, interview zoveel mogelijk geweldige economen in Suriname en laat ze deze vraag gewoon beantwoorden. Fa a cambio wel ab money, dala nanga euro en centrale bank no ab money. En hoe kan de regering dat toestaan? Ik heb het antwoord voor je. Ik denk de cambio koop geld op straat, tapa a mark, a zwarte mark. Ja, dus toch? Wat? Money de israanang, dus a euro nanga dala de israanang. Het is in de informele sector. Juist. En wat ik dus voorstel in die brief is, ik zeg probeer die informele sector nu toch een beetje meer naar die formele sector te halen. Want die mensen willen dat geld graag in Suriname investeren, maar de maifrede pura money uit dat matras. Zijn de maifrede, want waarom zijn ze bang? Zijn de maifrede nou? De maifrede, ik de maifrede toch. Mm-hmm. Want aan herkomst van money, jonge mij kan speculeren, pa money moppo. Feit is ammonie de en ammonie wa lolo, maar anoma lolo. Maar oké, dit is zo'n oplossing dus. Eén van de oplossingen. Dit is een druppel, maar op een etenplaat. Ja, dus het blijft zo dat Suriname nu echt gewoon de broekriem moet aantrekken. En dus echt moet gaan nadenken over, pewo focus nou. Sana moro belangrijk, sani. A airport belangrijk? Jazeker.
Abroadje belangrijk? Jazeker. Maar Fafa gezondheidszorg. Fafa onderwijs. Fafa criminaliteit. Als ik de krant lees, ben ik in Nederland zelfs bang voor wat er gebeurt in Suriname. Dag, iedere dag overvallen, die wordt daar, die man is de erf aan het wieden, wordt doodgeschoten. Walotori heb zadrapen. Fa. Dus ik vind dat we nu gewoon even met beide benen op de grond moeten beseffen van, hey, IMF no godoro, abigimoni, nekong, faudu. Laten we nu focussen op de goede kleine dingen. Deze maand gaan ze volgens mij met de hele delegatie naar Dubai. Ik hoop dat er daar goede dingen gebeuren. Dat die Emiratis, die sheiks, Suriname, een soft loan geven. Is beter dan het geld bij IMF lenen. Dus Koshi Saipsa, ze moeten nu anders gaan denken. Jawel, maar ze hebben toch alles in place gebracht voor IMF, hè? Want al die verhogingen, dat gebeurt op instigatie van IMF. Het is niet gewoon dat de president wakker wordt en zegt, we gaan energieprijzen omhoog trekken, waterprijzen. Dat eist IMF. Klopt. En als ze niet komen, waarom hou je die mensen dan in armoede? Ja, kijk, er zijn twee kanten aan dit verhaal. Eén kant is, ze moesten dit doen in aanloop naar de eisen van IMF, toch? Dus naar die datum waarop IMF zou zeggen, oké, hier heb je dat geld. Dit moest allemaal. Dat hebben ze ook keurig netjes gedaan. Daarom zei ik ook in het eerdere deel van mijn interview, dat de regering in principe alles heeft gedaan wat ze moesten doen. Dat is één kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat je nu terecht vakbonden, maar ook burgers gaat krijgen die zeggen van, hé, de man is kom, IMF komt niet meer. Dus, zeiden we Pina Unumoro, dan gaat de rekening, telesuur omhoog, energie omhoog, benzine omhoog. Waarom doen jullie dat? Die vraag gaat nu spelen de komende maanden. Nou, ik stel jou als eerste die vraag nu. Nee, maar ik denk dat het een hele terechte vraag is. Uh-huh. Ik denk dat de regering die dingen niet terug gaat draaien. Want, laten we nogmaals, het is niet zo dat IMF van tafel is. Het gaat ietsjes langer duren. En omdat dit voor het eerst in de geschiedenis van IMF is dat een land in een dusdanige situatie is terechtgekomen, want het is een unieke situatie, kan het zo zijn dat die bureaucraten in Washington zelfs nu denken van, hey, koyepa, apchin kondre, laten we alvast een bepaald deel geven. Maar dat gaan ze alleen doen als ze weten dat die energieprijzen en dergelijke voldoen aan hun eisen. Dus de regering gaat dat niet terugdraaien, hoor. Oké, dus zou de IMF nog in hun achterhoofd van, het kan nog altijd komen. Ja, het is nog niet van tafel. Het is niet van tafel. Oké, je hebt ook geadviseerd om dingen te gaan zoeken in goudsector. Weet je hoe lang ze praten over orde in goudsector? Wat bedoel je daarmee, man? Sinds mijn geboorte hoor ik van orde in goudsector, maar al de regeringstoppers zitten in de goudbusiness. Klopt. En ik heb dit bewust geschreven, meneer Pinaas, want code eerlijk. Ik bedoel, VP Brunswijk en de ABOP, die menen het goed met het land, net zoals alle andere politieke partijen. En de ordening van de goudsector zit helaas bij die coalitiepartner. Ik denk dat de VHP als coalitiegenoot invloed kan uitoefenen op het ordenen van die sector. Maar, kijk, minister Ramdien komt van een van die grote goudbedrijven. Dus als hij dat zou kunnen, zou hij gewoon die telefoon moeten pakken en een goed gesprek met de CEO moeten hebben van IAM Gold. En gewoon moeten spreken over een grotere government take. En dan krijg je natuurlijk een kleine verlichting. En dat geld zou je dan moeten gebruiken om bijvoorbeeld de gezondheidssector helemaal op orde te krijgen. Dus je kunt afspraken maken met die grote goudjongens. Van luister beste mensen, we hebben het moeilijk in het land. Jullie weten dat IMF niet komt. We hebben alles gedaan om IMF binnen te halen, maar helaas lukt het niet. Dus geef ons nu bijvoorbeeld een voorschot op of zelfs iets extra's bovenop dat percentage wat we met jullie hebben afgesproken. En jullie hoeven dat geld niet te storten in onze staatskas, want dan gaat dat geld weer op aan auto's en allerlei andere dingen. Nee. Stort dat geld rechtstreeks op de rekening van die ziekenhuizen, zodat we weten dat het geld gebruikt gaat worden voor de ziekenhuizen, om daar beter personeel, betere materialen enzovoort te hebben. Dat soort afspraken zou je moeten maken, omdat je nu in een noodsituatie bent terechtgekomen. Je bent midden in een crisis, in nog meer kleinere crisis beland.
Oké. Okay. Het is duidelijk. Het is wel een lijvig brief, hè, wat je geschreven hebt. Je adviseert ook dat zij met drie munten naar het drie muntenstelsel moeten gaan. Drie muntenstelsel, euro, SRD, US dollar. Het is verwarrend, ja. Maar waarom zou je met drie munteenheden werken? Nou, dit is niet iets nieuws hoor, meneer Pinas. In andere landen gebeurt dit ook. Mm-hmm. Vooral in wat armere landen. Wat je ziet is dat Sousabi, natak amonifu aan familie in Suriname, eind van de maand, wat ben je armer dan aan het begin van de maand, door een wisselkoers. Oké? Okay? Dus als je geld hebt gespaard en je denkt, vorige maand, ik heb 200 SRD gespaard, want voor de moeilijke tijden, dan is je 200 SRD omgerekend in de boodschappen die je koopt, is het gehalveerd. Dus de boodschappen die je aan het begin van de maand kan kopen met je 200 SRD, is eind van de maand, is maar de helft van die boodschappen die je kunt kopen. En dit probleem moet je dus opvangen door de euro's en de dollars als betaalmiddel, maar ook salarismiddel te introduceren in Suriname. Want wat gebeurt er nu? Die arme man, die man krijgt een salaris van de maand, die man rent naar die cambio om het om te zetten in dollars en euro's. Want als hij het in SRD's aanhoudt, is hij eind van de maand gehalveerd. Dus moet hij ook nog transactiekosten betalen bij de cambio's. En ik vind dat als je meerdere munten hebt in een land, dan kan de man zelf bepalen hoe hij zijn geld betaald wil krijgen. Dus met andere woorden, als ik vroeger SRD's verdiende, dan kan ik nu tegen mijn baas zeggen, hé baas, hierin al. Omdat die inkeerregeling heeft plaatsgevonden, mag je me betalen in dollars of euro's. Daminaf longo na cambio. Daarmee zet je die cambio's ook uit buitenspel. Ja, maar het is juist bekend dat er altijd een schaarste is aan valuta, euro en US dollar. Nee, er is. Kijk, dus als je die inkeerregeling, wat ik ook voorstel in een van die punten, als je dat gebruikt, dan gaan die dollars en die euro's die nu stiekem naar die cambio gaan, of stiekem in de samenleving rollen, die gaan vrij rollen in de samenleving. Want je hebt het, bij de wet heb je het geaccepteerd. Kijk, bij de wet mag er maar met één munt betaald worden in Suriname, dat is de SRD. En die heeft geen waarde. Dus maak het mogelijk voor mensen om ook in US dollars en SRD's te betalen. US dollars en euro's te betalen. Mm-hmm. En ook SRD's. Ja. Je hebt het tot besluit hoor. Misschien kan je dit nog een beetje duiden. Ja, dus Frans, kijk, kom leg eens aan die boel uit. Ja, Tjago. Hou je vraag even vast. Ja, Tjago, ja. Dus het voordeel van die drie munten stelsel is dat die arme man voortaan tegen zijn baas kan zeggen, hé baas, minowana SRD, impay min dala of euro's. En dan gaat hij met die euro's, gaat hij naar huis en volgende maand zijn die 100 euro's die hij verdient nog steeds 100 euro waard. Maar als een man kies aan money in een SRD, dat SRD ontwaart tramon. Dus de waardevastheid voor het huishouden van de Surinamer, voor de man kan plannen Libi, is beter als je die mensen in euro's en dollars laat uitbetalen in plaats van SRD's. Dan kan je die SRD zo goed in de Surinamer rivier gooien. Dat is ook een voorstel, maar dat moet je niet van de een op de andere dag doen. Dat moet je doen gefaseerd. Dus in om shock economie, in om shock desma, in om shock politici, want de man is niet begrepen als aan zo'n boom. Dus je moet daarin gefaseerd doen. Dat is mijn voorstel. En de mensen die hierover gaan, waaronder meneer Karel Eckhorst, Jimmy Boussaid, die mannen weten al die dingen. Het is niet dat ik briljant ben. De man is sabasandis, de man sabasandis, maar de man hora SRD. Omdat de man kan paiden tuinman in SRD toch. Is hun eigen voordeel. Okay. De mannen denk je de potie man. Ja. Nee, ik denk van als alles gedollariseerd wordt en dan wordt het moeilijk. Hoe komen we aan die dollars dan? Want dollars is niet onze munteenheid. Euro is van de ECB, Europese Centrale Bank en de Euroland is niet van Suriname. Hoe gaan wij aan het geld komen dan? Kijk, die SRD is van ons. Nee, klopt. Wel, dus maar dit noemt trouwens, UNO, daarvoor ook kies de money. Nee, dat nee, nee. Nee, maar kijk, er zijn meerdere landen die een gedollariseerde economie hebben. Formele, dus wat ik voorstel is gefaseerd. En als je die gefaseerde invoering hebt, dan heb je genoeg tijd om je economie op orde te brengen. Afspraken te maken met de ECB, afspraken te maken met de Federal Reserve. Dus ik zeg niet dat je het van vandaag op morgen moet doen. Je moet het samen doen. Dus die punten die ik heb genoemd, waaronder vooral die laatste vier punten, eigenlijk de laatste drie punten, die hebben te maken met de monetaire economie van Suriname. Dat is iets wat je samen moet doen.
He, dus je moet niet één van de dingen doen. Je moet het parallel aan elkaar doen en je moet het faceren. En dat faceren betekent dat je ten eerste natuurlijk je economie op orde moet hebben. Dus dat betekent je begroting moet kloppen enzovoort. En dat hebben ze nu op orde. Dus ik vind dat het nu het moment is om die gefaseerde invoering van die laatste drie punten die ik heb genoemd in het artikel, waaronder die inkeerregeling, die invoering van die drie munten en gefaseerd dollariseren, moet je parallel doen. Want kijk, we moeten ook niet vergeten, Choice Supermarkt koopt geen producten met SRD's. Choice koopt zijn producten in US dollars of euro's. Abruine bonen voor hak. Nee, pay in SRD. Choice en bayasan in euro's. Dat choice go dat mijn naka calculator, dat mijn veranderde prijs going SRD plak tapa asan. Abruine bonen pot. Dus met andere woorden, de Surinaamse economie is al gedollariseerd voor een groot deel. Voor meer dan 50%. Dus we hebben nog maar een klein stukje te gaan of dat hele land is gedollariseerd. Olieprijs voor staatsolie, nadala. Bakba nadala. Hout is dala. Goud is dala. Maar is het deden. Ja. Hoor maar voor de gek. Ja, dus eigenlijk wordt alles daar in vreemde valuta. Precies. Ja, ja. Hotelkamers. Precies. If you go not tend you by on port. Auto huren. Klopt. Alles is al in dollar. Nu je het zegt, dan komt het dichterbij. Hè? Precies, precies. We kunnen dit doen. Uh-huh. De vraag is, kan Suriname dit aan? Hebben we genoeg slimme mensen om bijvoorbeeld op de centrale bank enzovoort? Maar meneer Pinas, code eerlijk. Een heel probleem is vanaf 1975. Nas altijd een centrale bank. De Unoma Draya Konre naar Boen Centrale Bank is. Enige goede centrale bankier was Telting. Amandat, oké, hij is overleden, Weilen Telting. Fantastische vent, hij begreep het. De rest heeft er een puinhoop van gemaakt. Dus Umbang Potmang naar centrale bank, ik creëer wel een probleem. Als we het niet kunnen, laten we het overlaten aan de Federal Reserve en aan de ECB. Kono, dusanisa unosabi. Oké, en wil mij in het kort en de luisteraars ook uitleggen wat jij bedoelt met die inkeerregeling? Ja. Zijn dat die, broek je me even. Als dat nou een vaarlijk simpel zijn. In Holland, een inkeerregeling, bij dit dat if you have money in buitenland, je potwampje money in Spanje, je potwampje money in Suriname of zo, en a belasting is no sabi. Dat je bij een keer regeling. Dan kon je eenmalig kon je zeggen, hey, belastingdienst, hier en nou. Ik was vergeten dat ik geld had geërfd van een tante van me in Suriname. 10 miljoen euro's. De ammonie, de haker in bank. Maar mijn opa nooit belasting in Holland. Maar met dan wel in Holland. Toen zei de belastingdienst, oké, weet je wat? We vergeven je één keer. Datzelfde moet Suriname, zou Suriname kunnen overwegen. Dus, alle de mensen aan vergieten, dat de ammonie in een matras stapt aan de maatschappij. Moet je één keer een kans geven. Je zegt ze, luister, eenmalig mag je alle geld of een groot deel van dat geld wat je uit die matras, in die matrassen hebt, in die schoenendoos, in die sok, charamonikong, start dan op Fina Bank op een mooie rekening. Dan kan je matrasgeld kan je hier voortaan storten. En dat geld komt dan in dollars en euro's komt dat tevoorschijn. Die mannen gaan met de grote tas naar Fina Bank. Ze storten dat geld op die rekening. Fina Bank heeft voortaan euro's en dollars in overvloed. En die storten het weer bij hun moederbank. En dat is de centrale bank in Suriname. De centrale bank op Monibaka. Okay, klinkt simpel. Zo is het. Ja. Maar denk je dat heel veel mensen geld hebben in een matras, in een kussen, in een schuur? Ja, meneer Pinas. Ja? Het antwoord is ja, meneer Pinas. Hoeveel geld denk je dat er buiten de centrale, buiten de officiële banken, in het land ligt? Hè? Kijk, ik ben niet de enige die deze schattingen heeft gemaakt, maar er is ongeveer 3 miljard aan valuta in matrassen en oude schoenendozen in Suriname. Valuta. Gewoon in Oslo, maar op de 3 miljard. Ja. Zo. Oké. Okay. Ja, het is heel veel geld. Het is veel meer dan de Surinaamse economie, want die heeft 2 miljard nodig per jaar. Klopt. En mensen weten dit hoor, de centrale bank weet dit, die bankiers, meneer Boussaid, en ze de Masabi. De Masab, takamonide. Zo, dat is goed om te horen en te weten. Hey, tot besluit, een van die is naar jou, voor mij is dit jouw persoonlijke quote hoor. En ik kon het niet zo goed plaatsen. Je zei, plan B is altijd belangrijker dan plan A. Echt wel wetenschappelijke tekst, ja. Nou, dat na echt wel praktijkervaring zijn niet om meneer Pinas.
plan B is belangrijker dan plan A? Luku. Jimmy. In mijn leven, ik weet niet hoe het in het leven van jou is of in het leven van de luisteraars. Maar mijn plan A altijd een mislukt. Wat? Huh? Mijn plan A altijd een mislukt. En ik denk dat ik tante alleen mijn money, dat eindstaan tante normaal niet. Dat ik ga om. Dus eigenlijk niet hoor ik om, boem moro a tante, want ik sap dat ik tante hier of daar, als ik kwam, was moest ik normaal niet mijn money. Dus plan B is altijd belangrijk. Dus plan B is belangrijker dan plan A? Weet je, het is net zo belangrijk. Laten we daarop houden. Nee, ik las die zin. Ik denk van, dit begrijp ik niet zo goed. Nee, maar nu je het zo uitlegt, dan begrijp ik. Hebben wij de hele brief besproken? Want die brief heb ik ook in aandacht gekregen. Ja, nou kijk. Of is je er hebt nog iets over... wat ik over het hoofd gezien heb? Kijk, je hebt het over dat plan B. Uh-huh. En de reden waarom ik dit heb geschreven is, omdat ik me toch een beetje, ik voel me toch een beetje beetgenomen. En ik denk dat het volk van Suriname zich ook een beetje beetgenomen zal voelen. Waarom? Omdat er deskundigen waren in dat team wat met IMF moest onderhandelen, met die schuldeisers moest onderhandelen. En meneer Pinas, Abchimang, Amakiswan, Dede Gritjebi. Uiteindelijk. Waarom? Omdat dat team niet had gedacht dat dit zou gebeuren. En ik vind het heel erg dat mensen met jarenlange ervaring als Karel Eckhorst, die 6 jaar lang namens Suriname in de board van IMF zit. He? Die man heeft ook samengewerkt met Hoefdraad. Hij was ook bijna benoemd door Bouterse van de centrale bank. Governor van de centrale bank. Maar toen kreeg Van Tricht die functie en zo. Kijk, dit zijn ervaren mensen. Als het land niet kan varen en kan rekenen op ervaren mensen als meneer Eckhorst. Dat zomaar omrekenen. Ik denk dat de president ook had gerekend op hem. Van, hé, Karel, je hebt zoveel ervaringen. Je zat varele zeilen naar IMF. In Sabatori. En ineens dan dode Grietje B. Dus je plan B moet net zo sterk zijn als je plan A. Het team heeft gefaald dus. Ik vind van wel. Meneer Pinas. Jij staat bekend op je harde uitspraken. Dus, als dit team in mijn bedrijf had gewerkt. Je betekent maar netjes dat je hier een potta koffie. Goeie. Yo. Zo zakelijk en koud ook. Natuurlijk. Maandenlang. Je vertelt met Atori Ossetti, je vertelt aan volk, Milik, directeur van bedrijf, president, maar goed op podium, dan meteen je maand, komende maand, jij allemaal niet op vadong. Atori Ossetti, Suriname bloed het. Dan nu, je vertelt niet dat ja, dode grietje bied. Meneer Pinas, firefiri. Kan niet toch? Nee. We moeten kunnen vertrouwen op elkaar, we zijn een team. Mm-hmm. Kijk, als je een gevecht ingaat, moet je kunnen rekenen, allemaal bekkie, links, rechts, isabi toch? En dat nopsano. Je rekent erop, die man kan straight shooten. Ja. Weet je, en zo waren er nog een paar mensen in het team waarvan ik dacht, hé, toppers, jammer. Uh-huh. En kijk, ik wil niet meer gelijk halen, het gaat er gewoon om. Zo moet je eigenlijk niet willen dat het volk je zijn huishouden toevertrouwt. Hè? Dat is een kwalijke zaak. Het is duidelijk, we hebben het gehoord, dokter Ashwin. Ik dank je. Wanneer ga je weer een brief schrijven naar... hoeveel brieven schrijf je per maand naar de regering? Nee, dit was een nodige brief. Okay. was een nodige brief. Ik wil ook dat het volk dingen begrijpt. Daarom bel ik je, want ik heb die brief in hadden gekregen. Dus ik denk van, ik wil dat jij deze brief goed komt duiden hier. En dat heb je voortreffelijk gedaan. Bedankt voor de mogelijkheid. En ik hoop dat de luisteraars er wat aan hebben gehad. De boodschap is simpel. We hoeven niet nu teleurgesteld en verwijtend te zijn. We moeten vooruitkijken. Dus laten we kijken welke andere mogelijkheden er zijn. En ik heb er een paar genoemd. En ja, ze gaan ze vooral. Mag je de brief gemist hebben? Hij staat op de website van Star News, starnews.com. Dankjewel voor je tijd en toelichting. Dr. Ashwin. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.